Er was een tijd geen Far Cry 4. Mensen verloren hoop. Maar nu ben ik toch echt terug met een noscope. Heb ik hem? Nee. 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 Hallo serpentjes. Ik ben Rick van Serpent Gameplay. En welkom bij een nieuwe aflevering van Far Cry 4. Ik wilde de aflevering beginnen door die poster eraf te schieten. Zonder scope. Ik schoot mis en ik heb iets geraakt waardoor ik 50 karma punten verloren ben. Beste intro tot nu toe. Far Cry 4 was een tijdje weg, want de vorige aflevering crashte de hele game. Toen was ik boos. En als ik boos ben op een game, dan speel ik het gewoon een maand niet. Zo ben ik. Ik ben echt een hele slechte verliezer. Nou heb ik net de game weer opgestart. Ik moest die hele missie opnieuw doen. Kom ik bij het einde van die missie, loopt de game weer vast. Voor de mensen die het niet begrijpen. Je kan twee dingen doen. Je kan of hopen dat ik het nu uit ga leggen. Of je kijkt de vorige aflevering. Het is allebei heel kut. Dus snap je hem? Ik ook niet. Vorige aflevering op het einde was Long Annihilus. Die ene gast van die L op de kaart. Weet je, van de missies en zo. Die was spulletjes in de auto aan het laden. Hij had geen auto. Dus zweefde gewoon spulletjes in de lucht. En dan rijdt hij weg. Toen kreeg ik gewoon een zwart scherm. En er gebeurde gewoon niks meer. Nou, net gebeurde precies hetzelfde. Er waren een paar dingen anders. Haha, toch niet. Alles was precies hetzelfde. Oké dan. Dus we gaan nu gewoon de laatste nog een... Als het goed is... Oh mijn god! Als het goed is, is die ene missie van de vorige aflevering echt de laatste missie van die gast. En die kunnen we dus nooit afmaken. We zullen nooit deze game 100% kunnen uitspelen. Maar deze poster kan er wel aan gaan. Zoef! Oké, 72 van de 150 posters. Iemand haat posters. Ik ben het. We gaan dus nu maar gewoon verder met de main storyline. Die is toch net iets belangrijker dan die gast die de letter L op de kaart is. Ik noem het gewoon even op. Geen haat, maar het is zo. Hallo, iedereen thuis. Oh, dat is dat meisje weer. Badhara. Dat is een mooi doek. What the fuck is hier allemaal aan de hand? Kunnen we niet gewoon Nederlands praten met z'n allen? De eigenaar van de Jallendutum-tempel is de leider van het Gouden Pad. De toekomst van Kirat staat op het spel en ik zit vast tussen Amita en Sambal. Ik weet hoe ze ruzie maken. Is dit een punt waar we moeten kiezen wie we doodmaken? Als het goed is, is er een punt waar we of Sambal of die vrouw dood moeten maken. En dat is moeilijk voor mij. Want die man is gewoon een gekke man. En die vrouw, die heeft de hele tijd gelijk. Dus het is heel moeilijk kiezen voor mij. Oké. Dus ik moet zometeen kiezen, maak ik de tempel kapot of ga ik hem verdedigen? Is dat wat je zegt, kleine meid? En abonneer op Serpent Gameplay. En een duimpje omhoog? Wat een gek verhaal. Rot toch op, joh. Jong. Ga lekker beurt spelen of zo, Batsboom. Je hebt hier veel bereikt. Dank je, dank je. Dat hoor ik wel vaker. Nee, ik hoor dat nooit. Wie ook kiest, de persoon wordt dan de leider van het Gouden Pad. En als Pagan is verslagen, zijn de leiders van Kirat. Leiders van het Gouden Pad. Dat rijmt. Meisje kan goed rijmen. Misschien hebben ze te veel Jip en Janneke gelezen. Of te veel kinderporno gekeken. Niet dat kinderporno per se rijmt, maar soms per ongeluk. Ik denk, ik weet wat ik ga doen. Ik ga je moeder neuken. Doei, de ballen. Ze zei wel dankjewel. Hey. Hey, ik heb een nieuw punt voor kinderachtigheid bereikt. Op een emotioneel moment zeggen, ik weet wat ik ga doen. Ik ga je moeder neuken. Dankjewel. Het is mooi. Oké, okay, we moeten dus nu kiezen wie we gaan helpen. Ik denk dat we toch echt Sabal dood moeten maken. Amita is van fuck de tradities. En Sabal, het is een beetje zoiets als Zwarte Piet, weet je wel. Kijk, Sabal is van fuck, ik wil gewoon Zwarte Piet houden. En Amita is van, ja, Zwarte Piet stinkt. En ja, Sabal is gewoon, die houdt van zijn tradities. En Amita heeft gewoon borsten. Dus ja, sorry Zwarte Piet. Ik ga toch echt voor Amita. Geen idee wat dit ermee te maken heeft, maar... Of ga ik hem nu doodmaken? Ik heb geen idee. Misschien maak ik hem nu per ongeluk dood, je weet het niet. Hallo! Ja? YOLO? Het is gewoon gezegd, ja, ik ga hem vernietigen, YOLO. De boodschap is duidelijk. Sending a message, sooner than WhatsApp, mate! Ja, je wil niet meer geketend zijn aan het verleden. We willen een revolutie! Bommen en granaten! We gooien onze tampons tegen de standbeelden aan. Of dat niet, misschien. Pak alles dat van waarde is, zodat we het kunnen omsmelten en verkopen. Precies! Je weet zelf. Oké, ik mag de tempel verpletteren. Stemmen we daarmee in? Ja of nee? Abonneer of like? Of reageer?
Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja, ik, sowieso, het is... Wow! Ik dacht, ik klik op linkermuisknop, dan kies ik haar missie. Maak ik misschien per ongeluk een kogel van mijn RPG op de grond. Ik krijg het wel voor elkaar, weet je. Je kan zeggen wat je wil over Rick van Serpent Gameplay, maar hij is echt een sukkel. ik was bijna dood. Dit is ook doodgaan in het echte leven. Geven ze me een rocket launcher, schiet ik gewoon op de grond voor me. Ik ga hem indrukken, denk ik. Ja, ik ga de missie van Amita aannemen. De cultuurclash. Ik hou van dingen opblazen. Daarom heb ik scheikunde in mijn vakkenpakket. Mijn enige vak eigenlijk. Ja, momenteel. Bereik de Jallendute Tempel. Oké, dan is dat ver. Ah, god. Kan ik hem niet vanaf hier opblazen? Jezus. Oké, dan kan ik beter met mijn vliegdingetje gaan. Dan maken we... Alhoewel, dit ziet er wel goed uit. Wee, daar zijn wel boeven trouwens. Kan ik er een raken vanaf hier? I tried. Ik ga niet zeggen dat ik ze geraakt heb. Ik ga wel zeggen, ik heb het geprobeerd. Het zag er heel zielig uit, maar een poging is een poging. Dat zei je ooit een poging persoon of zo. Oké, er is hier vast ergens iets van een boot. Aha! Oké, we moeten eerst de kluis met het goud vinden. En voor mij is het gebied nog steeds van Pagamin, toch? Geloof ik. Stuur jij of... Hij vindt best, maar doe het dan ook, weet je wel. Piet piraat, schip ahoy, hoi, hoi, fuck jou, ik doe het wel, rij dan weg, gore trut. Oh, wat is de nut van deze boot? Vroeg me gewoon even af, hierachter ligt trouwens een maskertje. Een lekker gezichtsmaskertje, ik ga wel lekker door het water heen zwemmen en hopen dat niet doodgebeten wordt door een piranha. Ken je dat? Nou, ik wel. Er is nog een boot trouwens. Kun je dat zwemmen? Ik hou wel van een stukje zwemmen, ik heb liever een boot. Zijn er nog dodelijke vissen hier in de buurt? Mwah, valt wel mee. Ik schrik me al de tering als krokodillen en piranha's me in één keer in mijn reep bijten. In het echte leven ook. Toevallig. Ik hou gewoon niet zo van doodgaan, weet je wel. We gaan allemaal een keer dood. Jij, ik. Denk aan mensen zoals Gordon. We gaan allemaal een keer dood. Alleen de vraag is wanneer dood. Wow, diep. Oké, we gaan even naar die toren toe. Ik denk dat we toch iets van een soort sneak moeten doen. Dus ik zat zelf te denken aan... gewoon zo. Hey iedereen. Ik ben meneer Spaghetti. Pof. Is hij dood? Waar heb ik die boot omgeparkeerd, ja. What? Hij is dood. Hij is flink dood. Zouden ze hem hebben opgemerkt? Kijk op de kaart, linksonder. Dit eiland zit vol met alarmen. Ik kom binnen en rij met een boot over een persoon heen. Wie kan dit maken? Rick van Serpent Gameplay. Oh, er zitten gewoon bad guys in die boot, joh. Die andere boot. Oké, we gaan even rustig aan doen. Relax. Take it easy. Relax. Oké, moet het eiland op of ga ik de goede kant op? Ik weet het niet. Ik doe in ieder geval iets goed, want ik leef nog. Dat is een motto. Oké. Zullen redelijk wat bewakers zijn waarschijnlijk, want ze hebben een kluis vol doekoe. En mensen zijn dol op doekoe, dus... gelukkig heb ik een best wel sneaky pijlenboog bij me. En dan kunnen we hier en daar wat mensen doodmaken. Ben ik dol op toevallig? Oké dan, kom maar op met die boeven. Ik zie echt letterlijk bijna geen boeven. Kom op boeven. Is het al zo goed bewaakt of niet dan? Oké. Oh shit, die gast is wel heel sterk. Heb ik al die move dat ik hem dood kan maken? Nee, je kan iedereen doodmaken, maar het is zo'n move dat je zo lekker op zijn rug klimt en dan zo rodeo op hem rijdt, Gangnam Style zingt. Ja, die troep. Oh shit. Even een dingetje gooien. Afleiding. Manoeuvre. Werkt het? Ja, het werkt. Oké, steek hem in zijn rug, Rick. Doe waar je voor geboren bent. I was born this way. Oké, die eliminatie bestaat dus helemaal niet. Oké, weet je wat? Steek hem lekker in je reet. Ik ga lekker naar mijn checkpoint toe. Ja, weet je, in mijn video's doe ik het weinig, maar soms moet je mensen gewoon met rust laten, Rick. Als ze jou geen pijn doen, waarom zou jij ze dan wel pijn doen? Ja, weet ik. Oh, dat zijn best wel veel mensen. Nou, deze man doet mij geen pijn, maar die moet wel flink dood. Pats. Oké, dat is 1 dode. 2 dode. Deze gast moet een paar keer in zijn dikke kop schieten, denk ik. Ik zie amper wat. Hij zet zijn eigen vrienden in de fik. Het is de vriendenkiller 69. Gelukkig heb ik een RPG bij me. Hij zet letterlijk zijn vriend in de fik. Ik weet niet wat voor raar jeugdtrauma hij heeft. Ik heb ook jeugdtrauma's. We kunnen erover praten als je niet dood was. Oh god, er is een alarm afgegaan. Ja, dit zat eraan te komen. Een tv-bediening, die heb ik nodig. Dan kan ik eindelijk RTL 5 wegzappen. Wat een teringzooi is dat, zeg. Of GTST. Oké, er komen in ieder geval wat versterkingen aan. Dat betekent dat de vijanden misschien wat sterker worden. Paats, paats. Oké, voor mij is het iedere alarm dat afgaat is een golf versterking, hè. Dus hoe minder, hoe beter. Ah, is wel wat geld. 552 pondjes. Geld, whatever. Ik ben tevreden. Geef de rebellen toegang. Rebellen? Hoi? Jullie toegang misschien? Kaartje kopen? Weet ik veel. Ik lul ook maar wat, hè. Maar dat wist je geloof ik al. Hé, hey, rebellen! Kom maar lekker binnen, joh. Hoe open ik de poort?
superleuk en zo. Oh, kijk, er zit een hendeltje aan de muur. Ik kan ook gewoon de poort opblazen, maar fuck die shit. Oh ja, pak de bomtassen en zet ze in de tempel neer. Dit is awesome! Ik heb al vaker dingen op YouTube dat ik zeg van, nou, wat we nou toch zien, dat is toch even lachen. Maar dit is extra lachen of zo, weet ik veel. Ik lul ook maar wat, maar dat wist je waarschijnlijk al. Zijn er nog gasten in het gebouw? De map is heel verwarrend. Ik zie heel veel rode stipjes. Dat zijn vast mensen met kwale bedoelingen. Alleen, waar de fuck zijn ze? Wat ben ik nou weer aan het doen? Pak de explosieven. Ja, ik ga het niet alles zelf doen. Ik dacht dat jullie meekwamen, joh. Stel dat je luie honden, zeg. Jemig. Dan liggen ze opeens hier. Oké, een lekkere explosieventas om mijn rug. Ik neem aan dat ik nu niet zo snel geraakt mag worden. Het schijnt als je een bommentas om je rug hebt. Dat kogels niet gewaardeerd worden. Ik hoor overal schoten. Dat is gewoon gezellig. Doe me denken aan Happy New Year van ABBA. Ik moet ze hier plaatsen, denk ik. Oh, er zijn meerdere plekken waar ik ze moet plaatsen, joh. Gezellig. Het is hierboven ergens, of niet? Dit is deel 3 van Rick en de onhandige kaart. Nee, serieus, waar moet ik heen? Ik moet boven op het eiland zijn. Oké. Ga ik dan lekker naar de boeven toe. Ik had ze beter eerst gewoon dood kunnen maken in plaats van een gordel met C4 om mijn rug doen. Maar hey, YOLO. Zoals een wijs man ooit zei, YOLO. Ik weet niet of het een wijs man was. Oh my god. Fuck you! En jij ook. Ik ook de tering krijgen. En jij ook. De tering. Zo, dat zijn 3 dooien. Naar voren, rebellen. Naar voren. Pers door. Alsof het een baby is. Oké, dan. Ik ga een klein beetje afstand, want ik ben een beetje bang dat ik ontplof. Een beetje net zoals wanneer je al weken niet gekakt hebt en ik een flinke diarree voelt opkomen. Oh, er kunnen gewoon granaten langs mij afgaan. Oké, geen probleem. Ga die gast nog even met een reeks eliminatie doen. Kijk eens aan. Goeie oude tijden. GTST. Daar staat GTST niet voor, maar toch. Hij is wel dood. Haha. Oké, we moeten even gauw deze toren beklimmen. Dat schijnt de meest gezellige plek te zijn om explosieven te dumpen. Paats. In je arm. Oh, dat is een woordgrapje die ik laatst heb gehoord. Maar ik weet niet of... Zeg maar... Heel lang verhaal. Ik zit dus nu op een cursus comedy. En daar hoor ik heel veel grappen. En die zijn heel leuk. Alleen, de comedians worden heel boos als je hun grappen vertelt. Ik had een paar woordgrappen had ik opgeschreven. We hebben echt verteld, die mag je echt niet gebruiken in je video's. Want die comedians worden echt pissed op je. En dan weet je dus niet of het een grap is voor iedereen. Maar voor mij is het een hele bekende grap al. Dus dat kan het haast wel. Het ging over iemand die heel veel tennis, maar hij verdient er niet zoveel geld mee. En hij heeft ook niet zoveel geld. Dus hij is tennisarm. Ja, het is heel flauw. Oké, ik ga dood. Oh man. Ik was even een verhaal aan het vertellen, man. Respect voor de grap. Oké, ik ga even hier staan. Het is altijd een chill plekje om te chillen. Als jij bitch wil chillen, doe het in een tempel. Dat is geen probleem, namelijk anders. Oké, dan. Nou. Het is een beetje chaos hier en daar. Ik zie ze links. Ik zie ze rechts. De een heeft een bochel en dat is van mij. Vrouwkes. Ken je dat nummer? Als je vrouwkes niet kent, voel je gezegend. Het is een carnavalsnummer. Over een man die zegt, ik ben knettergek. Op vrouwkes. Hij is helemaal gek. Op vrouwen. En sommigen hebben bochels en dat vindt hij helemaal sexy of zo. I don't know. Ik heb het niet verzonnen, weet je wel. Het is een van die typische dingen die ik gewoon niet verzonnen heb. Maar het bestaat wel. Dan weet je sowieso wat een kut idee is. Alle goede ideeën in de wereld ooit komen van mij. Een vrouwkes komt niet van mij. Dus is het automatisch een KUT. Volgens mij wordt de tweede explosief een stukje hoger in de toren. Dan pompen we de hele toren kapot en dan gaan we naar huis. Precies. Boom. Moet hij hierop of moet hij buiten aan de buitenkant? Aha. Zo. Ik wou net zeggen, ik moet zeker... Het ding gaat vast binnen een minuutje af of zo. En dat is ook nog eens zo. Ik moet naar de boot toe, denk ik. Aangezien het staat van boot heel erg groot in beeld staat. Hey gasten! Hallo! Abonneer! Ik ga even in de boot. Oh, ik zit eronder. Ik verdrink. Yo, ik ga even in de boot. Oké, ik wil eventjes die explosie zien, jongens. Kom op, niet weggaan. De toren gaat ontploffen. Ah, hij gaat nu al ontploffen, zeker. Net telde hij af van 1 minuut. Maar nu zal hij wel meteen ontploffen, want de timer is weg. Waarschijnlijk als op x aantal meter van de toren af en spat hij in één keer uit elkaar of zo. Volgens mij kan ik op het geschut, of niet dan? Ja! Ik dacht al, dan sta ik er met een rocket launcher. Oh, we moeten even een vliegtuig uit de lucht halen. Ik hou niet zo van vliegtuigen! Haha, fucking awesome! Explosies, nice. Explosies, check. Op de heenweg waren al deze nerds er niet. Dat is dood, nerd. Oh man, ik ga dood. Ik ga dood. De staat van de boot is helemaal goed, alleen ik ben aan het doodgaan. Oh, nee, man, please. Vrouw, kinderen. Vrouw, tinderen. Oh man, mag ik je doodmaken? Oké, top. Die boot moet gewoon even uit elkaar spatten. Weet je, we kunnen ook gewoon rustig aan doen. Maar was er weer een vliegtuig actief in uw gebied, deel 3. Zo, deze gasten kapot maken. Zo, je bestuurder is dood. Wat ga je doen dan, Frankie? Oké, dan. Er zijn een beetje mensen overal. Links, rechts, voor, onder, achter, boven, in, uit, hoppa. Dus dat vind ik niet zo leuk eigenlijk. Oh, er zit een explosief vaatje bij. Boom! Gaat het dynamiet.
Oké dan. Ik voel me relaxed. Oh, daar is een helikoptertje. Heel klein, dodelijk fucking helikoptertje die helemaal kapot gaat, jongen. We hebben wel een nieuwe plek ontdekt. Is het handig om een helikopter kapot te schieten als hij boven je vliegt? Dit is wel een van die vragen die ik voor mijn gevoel toch een beetje moet stellen. Wat zou jij doen? Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? Doe je handen in de lucht, iedereen, pump! Dat is van Ali B. Ik ben fan van Ali B. Is het Ali A, Ali B, Ali C of Ali D? Hij is een lijpe grote renner, neemt je mee. Ja, Amita leidt het gouden pad. Ze heeft op haar neus een dikke vrat. Ik wil gewoon weg uit het ding eigenlijk. Is dat ook een optie? Oké, tof. Lieve kijkertjes die dit gekeken hebben. Mijn naam is Rick van Serpent Gameplay. En ik heb zojuist echt totaal geen grappige grap verteld over die tennisarm. Als ik nu een boze comedian krijg die zegt, ja, die tennisarm was van mij. Dan zeg ik, nou loser, het was echt geen leuke grap. Dan zuig je moeder. En dan krijg ik waarschijnlijk een klap, want de meeste comedians zijn niet 20. Fuck die gast! Hehehehe. Achtervolgen, dode koerier. Ik moet zeggen, het is gelukt. Hij is alleen nogal raar gelanceerd. Wat? Een deel van de koerier ligt daar, voor mijn gevoel. Oké, ik heb in ieder geval de documenten gestolen. Jammer dan. Moet je ze maar gewoon op de e-mail zetten, nerd. Oh, fuck. Word je even aangereden door je eigen mensen. YOLO, de waterpolo. Lieve, lieve kijkers die dit gekeken hebben. Blijkbaar. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Want zonder jullie was het gewoon een video van een gast die in zichzelf praat. Dat is ook mijn ding, deels. Maar ook weer niet, weet je. Ik vind het ook wel tof dat sommige mensen gewoon even de moeite doen om mijn video's te kijken. Dus... dankjewel daarvoor. Hehehehe. Volgende aflevering van Far Cry 4. Kunnen we kiezen uit de drugstrips van Jackie en Roger? Of we kunnen gewoon verder met Amita helpen. Shitfucken in de kont. Ik stel het liefst eigenlijk ook alweer de main storyline een beetje uit. Dat dan zeg maar ik de laatste missie van de game ook echt mijn main storyline missie is. Dat alle andere missies eromheen al klaar zijn. Anders krijg je net als bij Far Cry 3 en nog 20 afleveringen bezig ben met side missies. Wil je ook weer niet. Het is een moeilijke keuze en ik moet hem maken, want ik ben de gast van de series, ja. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering van Far Cry 4. Doe een duimpje omhoog en dan als je geluk hebt, echt heel veel geluk, binnenkort gewoon een nieuwe. Hoe verzint hij het? Ja, I don't know, man. Oh, pa kan wel me bellen. Oh ja, dat is belangrijk dit. Hoe dan ook. Eerst jongen heette hij, begon goed, zag goed uit, deed wat hij moest doen. Oké. Oh, dit is allemaal tekst. Ik vind het zonde om weg te klikken, maar het is toch die Pagan-dialoog, daar doen we het voor. Ik kwam niet door de willekeurige onthoofdingen. Ah, dat is jammer. Hij probeerde in kostuum een pretpark in te glippen met een vals Dominicaans paspoort en een Chinese naam. Die dikke beer. Sneuwe rukker. Precies! Pagan, ik had nog zoiets van, moet ik dit er nou uitknippen? Of wat denken mijn kijkers van niet? Rick leest tekst terwijl hij ongemakkelijk kijkt. Dat was het namelijk. Maar, toen zei die sneuwe rukker en toen wist ik alles komt goed. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering. Tot de volgende aflevering. Geef een duimpje omhoog, anders ben ik ook een sneuwe rukker. Niks mis mee. Ik ben ook een sneuwe rukker. Tot de volgende aflevering. Dankjewel. De groeten thuis. Doei!